Danielle uit Kontech wil graag minder gazon en ze vraagt zich af hoe ze dat aanpakt. Een klassiek gazon heeft heel weinig te bieden voor de natuur. Er groeien geen bloemen in. In de zomer, als het heel droog is, moet het extra water krijgen. We gooien er meststoffen op, ontmossers. Terwijl je met heel weinig moeite je gazon toch zoveel interessanter kunt maken voor de natuur. De gemakkelijkste manier om je gazon aantrekkelijk te maken voor de natuur is om het minder vaak te maaien. Niet één keer per week, maar om de 2 of 3 weken. Dan hebben de verschillende planten in je gazon de tijd om te bloeien. De klavers, de madeliefjes. En op die manier kun je nectar en stuifmeel aanbieden aan de hommels en de bijen. Maar je kunt niet altijd zo lang wachten om te maaien. Een robotmaaier en een mulchmaaier, daar moet je echt heel regelmatig mee maaien. Want daar maak je fijne snippers mee en die moeten in het gazon kunnen vallen. Maar ook daar heb je een trucje. Je maait op de hoogste stand. Mijn robotmaaier kan ik op 6 centimeter laten maaien. En dat is meer dan voldoende om ook de klavers en de madeliefjes te laten bloeien. Als je kunt, zet hem 6, 7 of 8 centimeter. Dat is nog beter. Je gaat het niet zien aan je gazon. Het gaat er nog altijd heel mooi groen en dik bij liggen. Maar de bloemen krijgen wel een kans om te bloeien. Nog interessanter is om een stukje gras helemaal lang te laten groeien. Dat hoeft niet eens zoveel te zijn. Dat kan een reepje zijn of bijvoorbeeld rond een boom. Of zoals hier een hoek van mijn gazon. Je stopt met mest geven, je stopt met kalk geven en je laat het gras gewoon groeien. En je zal verrast zijn van wat er allemaal in komt. Verschillende soorten grassen beginnen erin te groeien, wilde bloemen. Er komen natuurlijk ook soms onkruiden in, brandnetels en distels, die haal je eruit. Maar eigenlijk heb je daar heel weinig werk aan. Het groeit en het bloeit vanzelf. Er komen ook tal van insecten in wonen, krekels komen erin. Dus dan krijg je ineens een heel boeiend stukje natuur in je tuin. Het enige werk wat je eraan hebt, is om het 2 keer te maaien. Eind juni en eind september maai je het gras af. En verder heb je er geen omkijken meer naar. Wil je graag meer bloemen in je grasland zien? Dan kun je er inheemse planten in zetten. Duizendblad, boerenwormkruid, margrieten. Allerlei bloemen die je eigenlijk ook in de berm ziet. Je moet het gras een stukje wegnemen. De plaats waar je planten gaat zetten, spit je om en je plant ze dan. En het leukste is om die planten te combineren met bloembollen. In september plant je daar krokusjes bij, wilde hyacinten, allerlei bloembollen waar ook bijen en hommels iets aan hebben, al heel vroeg in de lente. En de combinatie van inheemse wilde planten met die bloembollen maakt dat je van februari tot oktober bloemen in je graslandje hebt. Wil je een zee van bloemen zoals klaprozen, papavers, kamillen, dan heb je wel een beetje meer werk. Dan moet je de grond omspitten en ook elk jaar opnieuw eenjarige bloemen zaaien. Maar er is een makkelijke methode en dat is door te zaaien in een molshoop. Want een molshoop heeft hele fijne, rulle aarde en dat is een perfecte plaats om eenjarige bloemen in te zaaien. Je maakt de molshoop een beetje plat, je zaait, je drukt goed aan en je geeft water. Zo simpel. Tot de volgende keer!